Dag beste schermjunkies en Facebook-genoten. We staan nu even in mijn studiootje, mijn werkruimte, de benedenverdieping van de Kennemerstraat. Ik ben wat oude postzakken ben ik opnieuw aan het bewerken, die ik heb afgekeurd bij de laatste kunstlijn. Waaronder deze. Portret van Elizabeth Taylor. Wat je daarachter ziet staan tegen de wand, dat is de ondergrond voor een... nieuw schilderij wat ik ga maken voor Geert. Ik moet een dubbelportret gaan worden. Ja, het ziet er vrolijk uit. Ja, ik vind het zelf al een hele interessante onderkant, achterkant eigenlijk. Nou, dit is volledig mislukt. Daar ben ik helemaal de mis mee ingegaan. Dat gebeurt natuurlijk ook, hè. Dat hoort ook met vakken. Ik ga eigenlijk helemaal mis. Mm-hmm. Dus dan kan ik helemaal nieuw beginnen. Kun je daar niet nog wat van maken? Met witte strepen erdoorheen. Nee, ik maak het zelf. Okay. Ik vind het prima dat je een vies geeft, maar ik maak het wel zelf. En een ander geweldig doek? Ik ben er bezig gegaan. Deze was al klaar, maar die had ik in Alkmaar hangen. En toen heb ik hem toch weer weggehaald. Want ik dacht van, ja, hij is gewoon niet klaar. Nou, ik ben vooral nog druk bezig met de klokkensiemen. Ja. Ik heb een paar nieuwe, omdat ik ook een beetje voor... Een vriend van mij heeft een platform Viva Burlesque, daar wil ik een klok van maken. Oh ja. Dan ben ik wat sterren aan het verzamelen. Je bent een alleseter. Ik ben een alleseter, een allesvreter. En deze heb ik eigenlijk net weer opnieuw bewerkt. Mm-hmm. En ik heb geen flauw idee wat het voorstelt. Ik vind het toch een soort kerstengel geworden. Maar heeft ze kindje Jezus daar of is het gewoon een halve voetbal die ze in de armen heeft? Een doek achter je vinden heel veel mensen ook ontzettend gaaf. Ja, dat is ook wel een prachtig doek. Een van mijn laatste olieverf schilderijen. En ik heb ook Rita Hayworth weer ontdekt. Ik heb afgelopen weekend een documentaire over haar zitten kijken. Tragisch leven. Maar meer dan een klasbak zeg. Ongelooflijk. Dus daar wil ik ook iets mee gaan doen. En je model, waar is die? Een model staat aan de andere kant van de camera momenteel. Haal je daar nog inspiratie uit? Ja, ze haalt ook heel veel uit mij.